Ja, als dit geen aanblik meer is om stil van te horen, dan weet ik het ook niet meer. Italiaanse bloedrode supersportwagen met V12. En niet zomaar, dit is de laatste in zijn soort. Lamborghini Aventador Superveloce Iota. Het uitzwaarmodel van de Aventador-series. En ja, na dit model maakt Lamborghini geen één model meer met de V12 zonder turbo of hybride systeem of andersoortige assistentie. Is een beetje huilen, maar ja, als je dan de V12 moet uitzwaaien, dan doe het maar op deze manier. Want wat ze met deze Aventador SV hebben gedaan, is gewoon even ronde record voor productieauto's op de Nordschleife verbreken. En dat is eigenlijk een beetje onwaarschijnlijk, want vroeger ja, was Lamborghini toch vooral een merk van auto's die er wel heel dik uitzagen, maar die eigenlijk voor geen meter de hoek om gingen. Dat is nu wel even anders. De Aventador SV, de gewone superveloce, pakte het record al. Daarna de Huracan Performante. En nu deze weer. Pakte het af van de 911 GT2 RS, die het record daarvoor lang in handen heeft gehad. En toch is dat ook een beetje onwaarschijnlijk. Want als je kijkt naar concurrenten zoals van McLaren en Porsche, die wegen 1250, 1350 kilo droog. Dit beest 1525 kilo. Heel zwaar, groot, log ding. Ja, en om ervoor te zorgen dat hij toch heel hard het circuit rondgaat, hebben ze alles uit de kast moeten trekken qua techniek en ja, voertuigintegratie om hem toch supersnel en controleerbaar te maken. Ja, wat Lamborghini dus heeft gedaan is heel veel technische componenten bij elkaar brengen. Het is de eerste auto waarop samen in één auto samenkomen vierwielbesturing, vierwielaandrijving, adaptieve dempers, een automaat, heel slim ESP en vooral ook actieve aerodynamica. Actieve aerodynamica die kenden we al van de Huracan Performante. Maar bij deze Aventador zijn ze next level gegaan. Hier staat het al op de frontspitter geschreven. ALA staat voor Aerodynamica Lamborghini Attiva. Oftewel, actieve aerodynamica van Lamborghini. Klinkt dan weer net ietsje minder sexy in het Nederlands. En wat het doet, is ervoor zorgen dat de auto gestroomlijnd is als er behoefte is aan een hoge topsnelheid. En dat hij heel veel downforce genereert als er behoefte is aan hoge bochtsnelheid. Ja, de airdam hiervoor, de splitter, is in principe redelijk conventioneel. Lucht kan of naar de koelers rechtdoor of onder de auto door. Of hij blijft hier een beetje plakken op de splitter. Ja, en dat zorgt voor heel veel luchtweerstand. Maar het zorgt er ook voor ja, dat die samen klonterende lucht de auto een beetje naar beneden drukt. Ja, als je dat niet wil, dus voor een hoge topsnelheid, dan gaan deze kleppen hier open. Kijk, op deze manier. Dan kan die lucht ontsnappen onder de auto door. En dan wordt dus de luchtweerstand verminderd en kan hij harder. En normaal gesproken gaat de lucht anders. Hier in deze sleuf, die zit er dus niet zomaar, niet voor de sier, gaat de lucht over de auto heen en dan komt hij in dit gat. En dit gat, daar vinden we deel 2 van de actieve aerodynamica. Die lucht gaat in dat gat, in de spoiler, en dan komt hij hier door deze sleuven weer naar buiten. Ja, dat creëert wervelingen die ervoor zorgen dat de spoiler op dat moment minder efficiënt functioneert. Ja, en het resultaat daarvan is dus weer hetzelfde aan de voorkant. Lucht gaat langs de spoiler in plaats van eraan vast te plakken en de auto naar beneden te zuigen. Daardoor minder downforce, maar ook een hogere topsnelheid. Ja, en of de werking van die actieve aerodynamica nog niet bizar genoeg is, kan de auto ook nog eens volautomatisch kiezen of je de lucht links of rechts in de spoiler of allebei of helemaal niet stuurt. En daardoor kun je dus links andere aerodynamische eigenschappen krijgen dan rechts. Dus in een bocht naar links wil je aan die kant meer downforce dan daar. Dus dan maakt hij hier de spoiler functioneel, daar niet. En dat zorgt er vooral voor, al dus Lamborghini, dat de auto veel stabieler aanvoelt. Het complete resultaat op de Nordschleife van die actieve aerodynamica, schrik niet, slechts 2 seconden. Maar ja, het zijn de kleine beetjes bij elkaar die helpen. Achterkant is ook gewijzigd. Uitlaat ging van waar nu ongeveer de nummerplaat zit naar boven. En daardoor kon de diffuser veel langer en dieper worden gemaakt. En daardoor kan de lucht ja, zeg maar, op een betere manier uitzetten. Daardoor daalt de luchtdruk. En dat zorgt ervoor dat de auto in dat lage luchtdrukgebied wordt gezogen. Als het ware. Nou, kijken we hier nog meer. Heel veel radiators, zowel links als rechts. Want de koelingsbehoefte van deze V12, 770 pk, is natuurlijk enorm. Wat we daar ook zien is dwarsgeplaatste variabele dempers. Uniek. En aan de achterkant Pirelli P0 Corsa's. 3,55 breed achter. Dat is een beetje 2 keer de gemiddelde bandbreedte. Een sportieve band. Maar het record op de Nürburgring is gezet met Trofeo R's. Dat zijn semi-slicks. Die zijn nog even een stukje plakkeriger. Daarmee moet je echt niet in de regen rijden. Ja, daarachter ook nog koolstofkeramische remmen. Hoort er natuurlijk ook bij als je
een dagje vol gas op het circuit wil trappen. En voor de rest heel veel gave aerodynamische details. Kijk bijvoorbeeld naar deze vleugeltjes. Zien eruit als de staart van een straaljager. Wat ze doen is de lucht om het voorwiel heen glijden. Wup, dit gat in. Rechtstreeks naar de radiator voor de, wederom voor de koeling. En daar krijg je 10% meer koeling zonder dat de aerodynamica daardoor wordt verstoord. Nou, alleen al de deur open doen in de Lamborghini is natuurlijk altijd een hele beleving. Lamborghini doors, ze hebben ze uitgevonden. Heel cool. En voor de rest, het interieur redelijk conventioneel Aventador. Inmiddels natuurlijk alweer een auto die al wat jaartjes oud is. Komt in 2011 alweer op de markt. Dat zie je ook wel. Meer knoppen dan schermen. Maar wel hele gave lichtgewicht racekuipen. Een hele smalle middentunnel ook. Deze auto heeft namelijk geen dubbelkoppeling versnellingsbak zoals de meeste. Maar een bak nog lekker ouderwets met een enkele koppeling. Voor het comfort is dat niet zo goed. Maar ja, hij schakelt bijna net zo snel als een DSG en met van die lekker agressieve klappen. En dat is natuurlijk wat je in een circuit special als deze SVJ wil. En als je je afvraagt waar die naam vandaan komt. SV staat voor super veloce, oftewel supersnel. En die IOTA, Spaanse letter J, verwijst naar appendix J van het FIA-reglement. Waarin in de tijd van de Miura SV IOTA, waar deze auto een hommage aan is, werd beschreven aan welke regels straatauto's moesten voldoen om ze te kunnen ombouwen tot een legale raceauto. Ja, hier kun je natuurlijk helemaal niet meer racen. Al klinkt het wel zo, luister maar even mee. Oh, dat is wel fijn zeg. V12. Lekker. Maar het punt van een auto als dit is natuurlijk, hij wordt niet gekocht door coureurs die even een Nürburgring-record kunnen vestigen. Hij wordt gekocht door mensen, nou ja, niet zoals u en ik, want daarvoor hebben we waarschijnlijk te weinig geld. Mensen die moeten namelijk 6 ton meebrengen voor zo'n Aventador SVJ. En de kunst van een fabrikant is natuurlijk om een auto te ontwikkelen die niet alleen heel hard gaat, maar die dat ook doet in de handen van een normaal persoon. Dus de integratie van al die onderdelen om er een begrijpelijk geheel van te maken. Ja, en in hoeverre ze daarin geslaagd zijn, dat kunnen we alleen maar achterhalen door even vol gas op het circuit een paar rondjes te trappen en te kijken wat voor karakter ze deze Aventador hebben meegegeven. En dat gaan we nu lekker doen. Oké, zijn we er klaar voor. Afscheid, salut van Lamborghini's V12 in deze vorm. Rechtstuk Lesteril op. Wow, wat een geluid. 240, 250, 260, 270. Oeh. Bijna 280. En dan remmen. Heel hard, heel diep in remmen. En plak gas en dan die tractie. Wow. Een katapult is niet eens het juiste woord om te omschrijven hoe diep het harde ding de bocht uittrekt. Zo de jeugd. Ik zie de exit in beeld, ga op het gas en wow. En ook hier in dit soort doordraaien is heel bizar hoe je voelt hoe die achterwielbesturing, ja, als het ware de achterkant laat uitbreken, maar niet te veel. Deze supersnelle bocht, wow, met 200 er doorheen. 240 op het kort rechte stuk. Weer vol in de remmen. Remmen doet hij wel heel erg goed. Jezus. En de exit is weer in beeld en dan voel je die tractie. Dat vuwaandrijvingssysteem is constant bezig om te kijken waar het vermogen het beste naartoe kan. Vooras, achteras en ook bij het aanremmen. Oh, de auto roteert zo agressief om zijn eigen as bij gas los. Wow, door die vierwielbesturing. Hier bergaf en je stuurt in, geeft nu gewoon plankgas. Hier in de auto die zoekt het wel voor je uit hoor. Je hoeft alleen maar de goede kant op te sturen en bam! Onwaarschijnlijk. En hier is een lange doordraaier. Hier voel je dat je met een hele zware auto onderweg bent. Je kunt de natuurwet ook weer niet helemaal om de tuin leiden. Maar als gauw die exit in beeld is en je geeft gas, achter de neus naar binnen en dan gaat hij weer in de begrenzer, sorry daarvoor. Zo, 280 weer op de klok. Bijna oncomfortabel snel hoe snel dit ding is.
sterk, ESP heel erg goed. Het zit je niet echt in de weg, maar het redt je alleen als je stomme fouten maakt. Dat is wel heel fijn bij het verkennen van de limiet in een beest als dit. Wow. Ja, moet zeggen, heb nooit iets meegemaakt. Heb ook de GT2 RS destijds gereden. En die was ook wild op een heel eigen manier. Maar dit, het geluid van die V12. Vooral de tractie. Ik heb nooit zoiets in een auto gevoeld. Yo, je kunt best diep de bocht inremmen ook. Je kunt elke keer weer vroeger op het gas dan je denkt. Onwaarschijnlijk. En je kunt ook harder in dan je denkt. Al die systemen die werken samen om ervoor te zorgen dat die auto zo scherp de hoek om gaat. Het is echt heel raar om te voelen eigenlijk. Nou ja. Qua intensiteit redelijk vergelijkbaar met iets als een donker Ford, zeg maar. Heel hard werken, heel veel angst. Vooral heel veel snelheid. Oh. Jezus. Niet te veel snelheid de bocht meenemen, daar houdt hij niet zo van. Zo, nu hebben we even tijd om te recappen, remmetjes afkoelen. Ja, wat hij niet fijn vindt is dat je te veel snelheid de bocht meeneemt. Hij kan tot op zekere hoogte natuurlijk wel je fouten corrigeren met al die systemen. Maar als je echt te hard erin gaat, dan heb je zeg maar zeggen, vrij hardnekkig onderstuur. Waar je niet meer vanaf komt zonder te liften en weer helemaal opnieuw te beginnen. Je hoort het ook aan het gepiep van de banden, als ik dat even expres doe. Dus ook niet echt een auto waar je heel makkelijk mee leert om de limiet te verkennen. Heel makkelijk hard rijden gaat, dankzij die vierwielbesturing, aandrijving en zo. Al die systemen die voor jou heel veel problemen oplossen. Maar daardoor, ja, het is zeg maar zeggen, wel een auto die een beetje een synthetisch randje heeft, als je het zo kunt omschrijven. Zeg maar, ja, je weet niet altijd welk onderdeel wat doet en hoe je ervoor moet zorgen dat het allemaal goed samen functioneert. Dus om samen te vatten, niet echt een auto die je zo 1, 2, 3 aantrekt, zullen we maar zeggen, waarin je in gaat zitten. En dat meteen een verlengstuk van je lichaam wordt. Het is wel een auto met een gebruiksaanwijzing. Ja, je moet echt leren hoe je de maximale tractie van het ding kunt benutten, want daar is hij onwaarschijnlijk sterk. Maar dus ook om ervoor te zorgen dat die ingaande bochtsnelheid, dat je die precies goed maakt. Als je hem goed doet, dan kun je namelijk ervoor zorgen dat je de rolfase heel lang houdt en daardoor blijft hij heel mooi dynamisch aanvoelen. Maar zo gauw je voet op het gas legt, ja, dan stuurt hij vermogen naar voren om te stabiliseren en dan merk je dat er meteen wat onderstuur in komt. Dus het is wel een auto die onwaarschijnlijk hard gaat, maar je moet het wel de juiste manier doen en dat allemaal afpassen en meten en ja, zorgen dat al die systemen voor jou gaan werken in plaats van tegen jou. Dat is wel een uitdaging. Je moet het niet verwarren met, dat ik ook zei synthetisch, je moet het niet verwarren met een saaie auto daarom of een extreem kunstmatige vervelende auto. Maar een auto met een heel eigen karakter. Doet een beetje ook wel denken aan een Nissan GT-R. Die wordt ook heel vaak verward door mensen die er geen verstand van hebben. Met een auto die heel saai is en die alles voor je doet. Ja, dat zal allemaal wel zo zijn. Maar probeer maar eens om echt de limiet op te zoeken met een auto met al dat soort systemen. En dat is ook wel heel erg wat deze Aventador SVJ karakteriseert. Ik zeg aan al die mensen die er eentje gekocht hebben, die dat geluk hebben om 6 ton ongeveer uit te geven. Het is leuk om show-off te doen of vol met stickers te plakken en ermee op en neer naar Moskou te scheuren tijdens een of andere rally. Maar je bent het eigenlijk verschuldigd aan al die mannen en vrouwen die dingen hebben ontwikkeld om er eens per jaar echt naar het circuit mee te gaan en hem helemaal tot het bot uit te wringen. Dat heeft hij verdiend, dat hebben zij verdiend en je gaat het heel erg leuk vinden, dat weet ik 100% zeker. Ik ben jaloers.